Hi. Ik ben Koen. Oh, ben ik lekker. Ik zie niet eens of ik nou de enige. Yo mensen, dit is de Crossbar Challenge. Oh! Vroom vroom, daar gaat Mark met zijn 99 pees. Oh ja, en degene die als laatste de lat raakt, moet de kabelbaan challenge doen! Nee, niet de kabelbaan challenge! DM. Fuck around the pussy! I'm a gangster. I'm a straight up G. Nee. Oh! Prank! En als je je misschien afvraagt waar de fuck Robbie eigenlijk is, wie moest vandaag naar de toppers? Bruh! Bruh! Je slaap! Rek! Maar ik ga wel iets dichterbij, anders lukt het nooit. Oh, 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 Rank! Nee. En het is zo stil in mij. Oh, Mark gaat niet op. Oh. Koek, koek. Eén. Zo te horen. Team Sanne gaat nu laten zien wie er echt kan voetballen. Team Sanne. Oh! Final round. Finish him. Fatality. Waarom zijn we zo slecht? Waarom zijn we niet even goed als Bas Dost? Ik ben degene die de naam Philosophy bedacht heeft. Zo zo, dat zullen de chickies vast leuk vinden. Je doet me denken aan die vakantievideo. Hij ligt niet eens in beeld. Oh. Prank! Ron Jans muziekje. If you don't know about Deco, buy now Rubrik, check out the... Ron Jans, ik vergeef het me. Oh, oh. Staat hij er ook nog op dan? Kom op, Koen, kom die verlegenheid. Smikkelen? Kom jongen. Lekker smikkelen. Ja, het is een zonnige dag. Zaterdagmiddag, 30 mei. Er wordt geschoten! Wat is schiet. Fatality! Ik geloof dat deze kutjes echt professionele hulp nodig hebben. Prank! Aannemen! Oh, ik kan beter op basketbal. Kan je niet voor het beeld, nee, Smikkelkoning. Ja, wel, joh. Oh! 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 Oh!
omdat Milo de eerste ronde verloren heeft, moet hij van de kabelbaan. Nee! Milo staat bij de kabelbaan, maar deze kabelbaan is echt extreem sloom. Dus daarom gaan we hem een handje helpen en we gaan tot het einde met hem mee rennen en dan... Staat hij aan? Ja. Hij wil het rode knopje geklikt. Ja. Prank! Ah, prank! Tijd voor ronde 2 en wie deze ronde verliest en dus als laatste op de lat heeft geschoten, die verliest en krijgt een flink rode reet. En trouwens, Robbie is er nog steeds niet bij, die is nog steeds bij de toppers. Bro! Wie gaat? Challenge. Ik, hè? Ben je linker? Ja. Oké, nou, Matty is door. Eerste schot, jongen. Mark. Hoppa. No pressure. Prank. Oh, Jack is vies, dik. Wie is Jack? Jack van Gelder, jongen. Gaat die jongen zo zwaar? Zo zeker. Ik doe op een inkijkje. If you don't know about Deco by now, Rubwack, check out the... Yes! Yes! Wat een inkijkje van Mark. Matthijs had niet op de lat geschoten deze ronde. En dus mochten we op zijn mooie Brabantse billen schieten. Maar ja. Ja. Maar nee, wacht. Grapje. Prank! 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 Nee, ga maar. Nee! Waarom paas je nou tegen het hek aan jij ei? Ja! Ja, goed zo. Lekker met die sappige sokjes. Zou ik erin editen dat hij raak was? Ja. Doe maar, Sanne, je kan het. Dat ging van geen kant. En omdat hij heel erg bang was voor pijn aan zijn mooie pruik. En omdat ik zo'n stoere jonge man ben, die nergens bang voor is, je weet het, offer ik mezelf op om op mijn reet geschoten te worden. Ja. Oh. Ja, zie je, het ook klaar. Prank! Maar toen was het de beurt aan Team Sanne. Jezus! Ja hoor! Hij is dood! Prank! Bedankt voor het kijken naar deze video. Ben je nou benieuwd naar deze maloten of naar diegene erachter? Dan zou ik zeggen, check de beschrijving. En deze is voor Sanne. Dit is voor jou. Jezus, je bent er, prank. Doei! Ik doe. Oh! Wil je nou meer van dit soort video's zien? Laat me het weten door middel van een blauw duimpje. En oh ja, Milo is echt de allerslechtste. Ah joh, ah! Jongen, wat mooi, jongen, wat pakken! Ah jongen, wat? Ook deze. Au!